Het nieuws over de toekomstige vrijdagavondshow op NPO 1 heeft flink wat opschudding veroorzaakt. Fidan Ekis had haar zinnen gezet op het presenteren van de vrijdagavondshow na het stoppen van op 1, maar tot haar teleurstelling ging die eer naar Kerry ten Napel. Het was een competitieve strijd waarbij omroepen hun voorstellen mochten pitchen en Kerry ten Napel, bekend van Omroep Max, kwam als winnaar uit de bus. Het is begrijpelijk dat Ekis teleurgesteld is, Vooral omdat ze gehoopt had haar talent verder te kunnen ontplooien op de vrijdagavond. Maar het lijkt erop dat de NPO op zoek was naar een ander soort programma voor die avond. Max Baas Jan Slachter is uiteraard in zijn nopjes met de keuze voor Ten Napel en benadrukt dat het een programma wordt zonder politieke onderwerpen, maar met live muziek. Carrie Ten Napel mag dan wellicht niet het meest sprankelende profiel hebben, maar ze paast volgens velen beter bij het gezellige weekendgevoel dat de NPO wil uitstralen op de vrijdagavond. Het lijkt erop dat politiek niet de hoofdrol zal spelen in haar show, wat een bewuste keuze lijkt te zijn van de NPO om een ontspannen weekendshow te creëren zonder al te veel complexiteit. De locatie van de talkshow, het clubhuis van Spakenburg, voegt ook een interessant element toe aan het geheel. Het brengt een lokale touch en kan wellicht een extra sfeerelement toevoegen aan de uitzendingen. En voor de late avond na de zomer staat al Sophie en Jeroen op de planning. Wat een andere interessante toevoeging belooft te zijn aan het NPO 1-programma Kortom, hoewel Fidan Ekis wellicht teleurgesteld is, lijkt de keuze voor Kerry te Napel voor de vrijdagavondshow op NPO 1 toch goed te passen bij het streven naar een gezellige en ontspannen weekendavond voor de kijkers.